Hallo kijkers, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video van de, ja, ik wou bijna zeggen Europa carrière mode, maar het is ondertussen de Oostende carrière mode geworden, aangezien we de vorige afleveringen ontslagen zijn bij Europa. Dus heb je dat nog niet gezien, check die aflevering dan zeker. Dus nu zijn we, ja, nu werken we voor Oostende en ik ben iets van plan. Ik ga gewoon naar kalender gaan en ik ga gewoon tot het einde simuleren, want ja, ik wil toch wel dat dit deze carrière mode wat sneller gaat. Dus ja, hopelijk kunnen we hier veel wedstrijden winnen en verliezen we niet te veel punten. Oké, hier winnen we weer. Hopelijk tegen Sittard winnen we ook. Misschien moeten we, oh, nu moet hij ons ex-team en we winnen tegen mijn ex-team, dat is mooi om te zien. Hier hebben we 0-3. Weer winst. Weer winst. Ik denk dat we toch misschien gaan promoveren. Want we verliezen niet heel veel punten. Hier tegen Zoltewaregem. Ah, we verliezen. Kan eens gebeuren. Tegen deze wedstrijd, volgens mij zijn Heerenveen, winnen we ook. We staan dus tweedes. Dus... dat is heel erg mooi, dus we maken kans om te promoveren, maar we moeten eerst nog hier simuleren. Oké, de topscore is dus ook wel leuk om te zien. Ja, die ene spits waarmee we vaak mee scoren bij Eupen heeft al 28 doelpunten. En onze topspits bij Oostende zit aan 22. Dat is wel hier allemaal leuk om even te zien. Hier allemaal zo mee te scoren en met assisten. Is er een speler van ons die de eerste staat, dus dat is wel leuk. 0 tegenpunt, doelpunt is de keeper van Eupen. En onze keeper van Oostende staat pas 8e. Eupen is al, of nee, ja, Eupen is al sowieso al gepromoveerd, dus volgens mij kan er nog. Ik denk als we tweede zijn, dat we dan sowieso promoveren. Alleen dat weet ik niet zeker, dus laten we hopen van wel. Even dit simuleren. En dit winnen we ook met 2-0. Ja, volgens mij zijn we gepromoveerd, dus dat is wel leuk. Even zien naar mijn team. Wat wel jammer is, is dat we heel veel spelers hebben gehuurd. Dus die vertrekken dan voor het volgende seizoen ook weer. Dus dat is wel jammer. Ik denk dat we dan toch promoveren, ik weet niet zeker. Of moeten we toch nog wedstrijden spelen? Ik weet niet hoe de promotiesysteem zit, ineens zit in deze competitie. Ja, zo te zien promoveren we dan toch. Ik ben even zien naar alle standen. Dus ik ga even zien tot onderaan. Dus plaatsen staat Duinkerke. En dan kun je nog alle teams zien. Is misschien wel leuk. De top 5 is wel. Nee, de top 6 is wel gedomineerd door allemaal Belgische teams, zo te zien. Oeh, de finale van de beker moet nog gespeeld worden. Dat is tussen Genk en Antwerpen. Dat is ook wel leuk om even hier te kijken. Even kijken bij alle competities. En dan ga ik gewoon kijken bij hoe het in de eerste klasse ging. Feyenoord is blijkbaar kampioen. Ook is wel leuk. En dan PSV. Ajax, ik had eigenlijk verwacht dat Ajax kampioen zou zijn, maar ze staan vierde dus, met onder Club Brugge en boven Gent. Wie gaat er degraderen? Club Brugge en Groningen gaan waarschijnlijk sowieso wel degraderen. Oké, dit is dan de strijd om te promoveren, denk ik. Ja. Dus dan hebben we hier de Zoltewaregem speel. Die hadden gewoon gewonnen tegen Leuven. Dan hadden ze heeft Zoltewaregem verloren tegen Sint-Truiden. En dan hier
Ja, volgens mij moet hier nog een wedstrijd gespeeld worden, want het is nu 1-1. Misschien wie er dan gewonnen heeft. Ah, NEC Nijmegen heeft aan de tuinkant toch gewonnen. Maar ik heb al heel veel zin in het volgende seizoen, want spelen we eerste klas in de Benelliga. Hou, dat wordt leuk. Na elk seizoen kijk ik elke keer naar de statistieken van elke speler, dus dat is misschien ook wel leuk om te zien. Dan ik kan de video wel even pauzeren als dit te snel gaat, maar ik kijk even gewoon alle spelers een beetje af. Dat is wel leuk om te zien, vind ik, op het einde van het seizoen. Ik ook eens kijken naar het, volgens mij kan je dat zien bij seizoen teamstatistieken. Wat de teamstatistieken zijn nu bij Eupen, mijn ex-team. Oké, de Conference League is de winnaar daar is Marseille. Dan de Europa League is AC Milan de winnaar. En met de Champions League, Atletico Madrid. We gaan het seizoen beëindigen. En ik heb heel veel zin in volgend seizoen. Oké, nu moeten we nog vriendschappelijk toernooi kiezen. Ik kies wel voor dit. We hebben nu een transferbudget van 10 miljoen euro. Oké, dit was het dan. Het eerste seizoen van de Eupen / Oostende carrière mode. Hopelijk vond je dat seizoen leuk. En nu gaan we naar het tweede seizoen, maar daarmee begin ik dan in de volgende video, dus doei!